je krijgt het sowieso van mij niet te horen. En ik wil ook niet dat het uitkomt dat mijn schoonmoeder het weet. Is dat zo? Ja. Oké. Okay. Dus dat is allemaal, voor mij hoor je niks. Zou ik wel een poging mogen wagen wat de naam gaat worden? Oh, je mag het schatten en al roepen wat je wil. Kom maar door. Oké, okay. Zou je heel even naast me willen komen staan? Ja. Hier gaan we. Ontspan maar. Oké. Okay. U weet ook nog niks, hè? Ik ga niet hardop zeggen. Oké. Okay. Zou ik hem in je oor mogen fluisteren? Ja hoor. Ja. Ik ga het niet hardop zeggen. Oh, ja. Ja, heel raar. Heel raar. Je ziet het op televisie en dan denk je van ja, het zal allemaal wel, maar heel bijzonder. Heel, heel bijzonder. Heb je al een naam in gedachten? Ja, ja. Nou, mag niemand dat waarschijnlijk nog weten? Nee, nee. Kan ik me voorstellen. Jij mag het ook nog niet weten. Nee. Zou ik wel een poging mogen wagen om in ieder geval aan jou te vertellen wat ik denk dat de naam gaat worden? Tuurlijk. Ja? Ja. Alvast gefeliciteerd met... Oh. Bizar. Ik dacht echt, nou ja, ik bedoel een naam. Het kan van alles zijn. En hij raadt hem gewoon. Wordt de naam van jouw zoontje... Ja. Serieus, dat is wel vliegen. Dan houden we dat tussen om. Ja, maar hoe kun je dat nou godsnaam weten? Gaat jouw zoontje... River geven. Nou, serieus? Dit kan niet. Mag ik jou alvast feliciteren met Mick? Oh my god. Silla, zit jij erover na te denken om jouw dochter Sophia te noemen? Oh, ja. Ja? Echt waar? Ja. En nu weet jij het ook. Ik hou mijn mond. Echt zo, Dit is echt bizar voor woorden. Echt bizar voor woorden.